Er neemt niemand op als je het Wellness Center belt. Op de website en Facebookpagina van Yu Tzu Tang is alles als vanouds. En als je ze mailt, zoals Barbara Konert, krijg je netjes een automatisch mailtje terug. Dit is het mailtje. Verwacht een reactie over 24 uur. U kunt dus tijdens openingstijden ook altijd bellen. Nou, ik heb nog niets gehoord, nee. Ze wil namelijk het geld dat op deze kaart staat terug. Er staat nu nog 195 of 196 euro op. Want ze gaven je de mogelijkheid om bij te storten als je saldo leeg was. En dan kon je bijstorten voor 1000 euro, voor 500 euro of voor 300 euro. En net als Konert zijn er meer klanten die vertwijfeld achterblijven. Op de Facebookpagina vragen ze tevergeefs waar en wanneer ze hun euro's kunnen terugzien. Het zag er heel betrouwbaar goed gerund uit. Het bedrijf gaat dit voorjaar dicht omdat de werkvergunning van de Chinese therapeuten wordt ingetrokken. De overheid wil dat Nederlanders worden ingezet in centra als Yu Tzu Tang in plaats van Chinezen. Sindsdien is het stil in het pand. Zijn afbeeldingen verwijderd en hangt er nog steeds een briefje op de deur waarin het bedrijf belooft helder te communiceren. U heeft een reactie? Ja. Nou, dat is weer identieke reactie als op 1 mei. En deze is dan verzonden op 19 augustus om 11:15, naar aanleiding van het mailtje wat ik net gestuurd heb. U maakt er wel werk van? Ja, ik wil graag mijn geld terug of liever dat ze weer open gaan.